Hey jongens, hoe gaat het ermee? Zo, deze vlog gaat even in het Nederlands. Zo. Ik ben nu in mijn huiskamer op mijn woning. Kijk, ik kan je wel heel snel laten zien. Kijk, dit is de kerstboom hier zo. En wat kerstspulletjes hier zo. Ja. We zijn helemaal gereed voor de kerstgedachte. Ik ben hier alleen. Ja, het is niet zo spannend, maar ik durf tenminste buiten mijn kamer rond probeer ik ook te filmen. Want ja, het moet op een gegeven moment als ik alleen maar in mijn eigen kamer gaan. Opnemen, dan wordt het een beetje saai, denk ik. Ja, ik ben niet helemaal in mijn uppie. In ieder geval, smack the like button, hit up on notifications, and turn on the bell icon if you want to see more. Want het is heel erg belangrijk dat jullie blijven subscriben en de bell icon. Become a member of my YouTube family. Nou, als jullie nog leuke gedachten hebben wat ik zou kunnen filmen, dan laat het dan zo snel mogelijk weten. Ik heb trouwens Christmas merch van mijn moeder gekregen. Mijn moeder die kwam laatst bij een winkeltje in en hadden ze een kersttrui. Hartstikke leuk. Ja, alleen de begeleiding is nu bij een van de cliënten. Dus ik ben niet helemaal alleen. Maar het is ook niet handig als er andere mensen om zitten. Want als ze niet op YouTube willen komen te staan, dan heb ik een probleem. Dan moet ik heel veel uitwisselen. Dan wordt de vlog zo kort van. Dus ik dacht van ik doe het nu even snel even. Oh jongens, bij mij gaat het goed. Sinds mijn eerste vlog ben ik meer bezig. Dit is mijn derde vlog op rij, dus het gaat al de goede kant op. Is mij ook iemand aanlopen? Volgens mij hoor ik iemand aankomen. Ja, er komt iemand aan. Ja, ik ben alleen hier, ja. Ja. Wie zoek je? Sorry jongens, dat was een van mijn verdiepinggenoten die kwam kijken of de leiding er was. Maar zoals jullie kunnen zien. Het is niet erg spannend, mijn leven nu. Ik zit nu alleen maar op mijn reet. Maar ik dacht van, ik kon het toch niet helpen om even voor jullie op te nemen. Ik kon het toch niet helpen om mijn telefoon te pakken en te gaan opnemen. Want ik wil zoveel mogelijk. Kijk, dit is de televisie. Zie je? Deze televisie gebruiken wij. Als bijvoorbeeld een van de woninggenoten hier is, dan kunnen ze televisie kijken of film. Kijk, ik kan een beetje om me heen draaien zo. Hier. Dit is de huiskamer. Het ziet er eigenlijk best wel somber uit. Om eerlijk te zijn. Maar dat komt goed. Het is eigenlijk een kwestie van tijd. Ja, ik wou eigenlijk laten zien wie er allemaal is hier, maar ik denk niet dat het zo'n heel goed idee is. Want als er mensen niet op de film willen komen te staan en ik zet ze op YouTube zonder hun toestemming, dan moet ik toch heel veel van de footage moet ik gaan inkorten, anders komen ze allemaal op YouTube te staan. En nu ben ik helemaal alleen, dus ik dacht van dat is de perfecte aangelegenheid. Maar in ieder geval, ik ben toch heel blij dat ik nog wat kan opnemen. Ik neem nog even wat langer op. Ik weet niet of ik morgenochtend dit erbij ga pakken. Misschien laat ik het voor nu even zo, maar ik zie het wel. Ik probeer een extra lange vlog voor jullie jongens te maken. Gewoon zoveel mogelijk.
smack the like button, jongens. En liefst had ik in de comments below als je vindt dat ik ook even naar beneden moet gaan om de auto te nemen. Maar ik weet niet of daar mensen zitten, dus het is allemaal zo lastig allemaal. Maar bijvoorbeeld als je met vrienden bent, is dat wel grappig, want dan weet je, dan ja, dan kan je ook zien wie er allemaal rondloopt. Maar in ieder geval, dan probeer ik zometeen de thumbnail of de clickbait te maken. Oh, die had ernaast. Ik zeg zo, de begeleiding die zou ik zo voorbij rennen naar beneden. Ik denk dat er wat aan de, ik weet bijna zeker dat er wat aan de hand is daar. Ja, ik ga het niet filmen hoor, want ik ga het absoluut niet filmen. Maar in ieder geval, mijn naam is Jeff. Mijn kanaal heet Jeff van Clef. Ik moet die naam nog veranderen. Maar in ieder geval, ik ga Jeff 250 heten. Dus als je wil weten hoe ik heet. Ik wil die naam nog gaan bewerken, jongens. Dus ik ben nu nog lastig te vinden, maar ik probeer mijn best te doen. Ja, ik heb er nog steeds aan. Als het eigenlijk voor mezelf was, dan was het eigenlijk wel aangenaam geweest. Maar jongens, ik stop nu met opnemen. Ik ga zometeen nog wel even een stukje filmen als ik misschien... Nee, dat kan ik niet beloven. Maar misschien dat ik zo meteen nog even een stukje opneem. Voor nu stop ik. Tot straks misschien. Ja, tot straks gewoon, tot straks. Hey jongens, sorry, mijn vinger zat ertussen. Zo, hey jongens. Ja. Sorry dat ik... Sorry dat het weer Nederlands is, maar ja, weet je, als iemand er doorheen zit te kweken... Ik zet mijn telefoon even trouwens even hier neer. Nou, kan ik even rustig even met jullie praten? Ik heb de huiskamer laten zien, waar wij normaal gesproken zitten. En ik heb natuurlijk al... Dit is mijn derde video tot nu toe. En ik ben van plan... om meer naar buiten te gaan en daar te gaan filmen. En daar heb je ook kans dat er mensen op komen te staan. En ja, dat is het risico als je vlogt natuurlijk. Ik ben al uit mijn huis geweest, dat vind ik al heel knap. Want meestal als je de eerste keer aan het vloggen bent, dan heb je niet zoveel zin om op te nemen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik heb jullie mijn huiskamer laten zien. De thumbnail gaat... Jeff 250 tegen Santa Claus. En nou ga ik je uitleggen waarom deze thumbnail staat. Omdat ik jullie wil vragen van... wil je langer Sinterklaas vieren of wil je langer... Kerst vieren. Wil je dat de kerstdagen helemaal verdwijnen? Of wil je juist dat de kerstdagen wel blijft, maar dat Sinterklaas misschien weggaat? Want als Sinterklaas weggaat, dan hebben de kinderen geen feest. Zo simpel. Dan zal het betekenen dat er dit jaar geen Sinterklaas is. Laat me weten, down. In de comics, wat jullie ervan vinden. Mijn andere twee video's zijn wel Engels, maar dat komt ook omdat ik alleen was. Ik ben natuurlijk een Nederlander en iedereen spreekt Nederlands. Dus je zal nooit echt altijd maar een Engels filmpje kunnen maken. Dat is drastisch onmogelijk. Ja, en dit was eigenlijk de video voor vandaag, de vlog voor vandaag. Hij was niet zo lang als gisteren, maar ja, weet je, als je video's forceert, ja dan... maak je video's die voor jezelf niet helemaal, helemaal 100% beter zijn. Maar natuurlijk, ik probeer elke dag van mijn leven te filmen natuurlijk, wat ik allemaal aan het doen ben. En ik probeer... in deze keer zijn het natuurlijk spannend als je opneemt buiten je woning om. Want je kan niet binnen blijven zitten en dan kan je de hele dag maar
Kijk, nu kan ik wel een sit-down video maken, even kort, van dat ik het heel leuk vind om video's voor jullie te maken. En het is natuurlijk hartstikke leuk, want het is natuurlijk de derde vlogdag. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om voor jullie. Maar als jullie een leuk ideetje hebben, ik ga het bouwland natuurlijk ook opnemen. Mijn intro die komt hier in mijn huis een stukje. Misschien voor 2-3 minuten ga ik jullie uitleggen wat ik allemaal ga doen. Dan ga ik een stukje in het bodemcentrum filmen. Een stukje dat ik aan het eten ben. Dat probeer ik allemaal voor jullie te filmen, zodat jullie wat van mijn leven te zien krijgen. Want het is natuurlijk, ja, het leven is natuurlijk zoveel meer dan de hele dag maar binnen zitten natuurlijk. Ja, het is allemaal lastig allemaal. Tot nu toe gaat het vloggen goed. Deze keer is natuurlijk wel zenuwslopend, maar ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hit de like button. Turn the post notifications. Hit dat bell icon. Next to mijn username. Ik ga die ook nog veranderen naar Jeff250. Mijn intro die gaat helemaal naar Jeff250. Jeff250 vlogs. Dus ik ga die naam nog veranderen bij de instellingen zometeen. Ik ga dit filmpje eens even bewerken en dan ga ik Chef 250 eten. Ja, dat is 40 dingen dan Lens hoger is, maar ja, dat is beter. Ik ga niet zijn naam stelen, dat is een beetje lullig. Zo, ik ga er weer vandoor. Like. Subscribe, favorite, and that's it.